Vadercentrum is voor mij mijn tweede huis. Vadercentrum betekent veel voor mij en ook voor die bezoeker. Ik heb hier een ergens omheen te gaan, waar ik lekker bezig kan zijn en dingen kan doen en een beetje cursussen geven af en toe. Dus de Vadercentrum, dat betekent voor mij zeg maar alleen maar positief en alleen het goede. Een plek waar vaders bij elkaar komen in een gezellig sfeer, toch begrijpvol voor elkaar, ruimte aan elkaar bieden, luisterende oor en een warm hart. Ja, Vadercentrum voor mij, ja, de veel mensen contacten hier. Het is een, ik ben echt, ik blijf van dit veel mensen in contact. Ik doe hier in het Vadercentrum assisteren bij de timmercursus. De bedoeling daarvan is dat vaders, mannen komen en die worden dan geholpen met het maken van een kastje of een bureaustoeltje of zo. Maar ik geef even een kleermakerles, ikzelf persoonlijk. Ik heb bijna 8,5, 9 jaar in het Vadercentrum toen beginnen werken. Maar nu ik in ergens anders werken. Nederlandse les is heel belangrijk voor het Vadercentrum. Want mensen van verschillende nationaliteiten komen hier. En het is dat ze soms niet met elkaar kunnen communiceren. En door Nederlands te leren kunnen ze beter met elkaar communiceren. We zijn nu aan de achterkant bij de winkel zijn we een stuk aan het aanbouwen voor opslag. Dus alle voorkomende werkzaamheden ben ik aanwezig. Ik zou eerlijk zeggen, ik heb nog nooit ergens gezien waar zo'n eenheid is. Samengehorigheid, gezelligheid in de zin van verschillende culturen. Eén dag wordt Surinaams gekookt, andere dag wordt Marokkaans gekookt, er wordt Turks gekookt. Ik eet hier regelmatig, zoals nu ga ik ook hier eten. Dat logisch eten gaat alle mensen leuk vinden, toch en lekker. Thank you.